Welkom bij een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel. Straks natuurlijk met de kritische vrienden, waar we gaan praten over artikel 1 van de grondwet. Maar eerst gaan we beginnen met Mieke en Eef van de stichting Muziek voor Kinderen. De voorzitter van de stichting, Eef, vertel eens, hoe is het ontstaan? Ja, hoe het ontstaan is, dat is een heel lange doordenkende circuit. Sociaal gevoel, het gevoel voor kinderen, wat mij enorm aanspreekt. Ik ben zelf vader van 2 kinderen, dus ze spreken altijd aan. Ook mijn sociale achtergrond, want dat heeft altijd bij ons gespeeld. En als je dat je hart kan laten spreken voor kinderen, je krijgt er altijd wat voor terug. Een lach of net wat dan ook. En dat heeft mij aangezet om wat mensen om me heen te verzamelen, om dit voor elkaar te krijgen. Ja, dat is meer als heel veel geld waard, hè? Een lach van een kind, een kind wat blij is. Fantastisch. En door je af en toe wel eens onmacht gestaan tegenover een kind die wegvalt of ernstig ziek is of wat ook gebeurt. En die onmacht, dat is zoiets waar we niet tegen kunnen vechten. Nee. Maar je kan wel proberen te zorgen dat die kinderen het straks goed hebben tijdens de behandeling, dat ze snel weer naar huis kunnen. En dat ze dreigen thuis voelen in het ziekenhuis. Niet altijd die witte jassen of dit ook wat omheen. Nee. Dat ze dreigen thuis voelen. Ja. En dat ze snel weer beter worden, want dat zit er ook in. Ja, daar krijg je heel veel voor terug. Een lach van een kind, fantastisch. Het gevoel wat je terugkrijgt, dat is bijna niet aan een ander te vertellen. De warmte die je ontvangt, dat is gewoon schitterend. En toen kwam de secretaris erbij bij de stichting. Ja. Eef kwam een hele tijd geleden naar mij toe. Hij zegt, je had het gehoord, dat er elk jaar 11.000-12.000 kinderen voet zetten over de drempel van ziekenhuizen Rivierenland. Het zij voor de spoedeisende hulp, het zij voor opname. En Eef zegt, daar wil ik iets voor doen. Wil jij me helpen? Volmondig ja gezegd. Maar niet helemaal wetend wat het volmondig ja in ging houden. Ja. Een gigantische klus, maar ontzettend fijn om te doen. En het is zo'n goed doel. We hebben contact in het ziekenhuis. We hebben hun wensenlijstje ook gekregen. En je weet waar je het voor doet. En het is, nou vraag ik me af, denk dat de mensen thuis daar ook in geïnteresseerd zijn. We hebben een vrij nieuw ziekenhuis, hè, met een nieuwe kinderafdeling. Daar is al van alles, of is daar dan nog heel weinig voor de kinderen? Er is wel van alles, maar dat is meestal 10 jaar oud. Okay. We hebben nog gesprekken gehad en de meeste dingen die er zijn, het is echt van 10 jaar geleden. En alles verandert zo snel tegenwoordig. De kinderen veranderen, de wensen veranderen. Een van de doelen is onder andere interactieve spellen voor de kinderen. Ze moeten gewoon gestimuleerd worden om hun bed uit te komen. Okay. En dus dat juist is niet met die iPad, maar dan toch eruit komen. Speciaal eruit komen. De iPads zijn ook belangrijk, dat zijn ook op het wensenlijstje. En dat is voor de kinderen die hun bed dus niet uit mogen of kunnen. Ja. En die kunnen op die manier toch contact houden met thuis, met hun school en met hun vriendjes. En dat is, een kind moet gewoon kind kunnen zijn. Mm-hmm. Prachtig. Dat is, ik moet voorop staan. En niet van ik ben ziek, nee, ik ben kind. Ja. En dat is het belangrijkste. Ja, dus de artsen van de afdeling, die geven jullie volop informatie over wat ze tekortkomen, wat de kinderen nodig hebben. Klopt. En zo gaan jullie te werk. En hoe ga je dan te werk? Want jullie gaan niet, jullie moeten nieuwe spullen kopen, neem ik aan. Dus daar is geld voor nodig. Hoe ga je dat aanpakken? Nou, we hebben een contactpersoon, Manon. Manon Hanegraaf. Haneveer. En daar hebben we dus contact mee. En dan overleggen we met haar en dan hebben we dus een vast contactpersoon. Dat we dus kunnen vragen, joh, wat is er nou voor ons waar we dus jullie kunnen mee helpen? Mm-hmm. Nou, en we hebben van haar een behoorlijke lijstje gehad. Dus wat dat betreft is er wat een hoop te doen. Maar dat geeft niet, het zijn voor die zieke kinderen. Ja. Voor die kinderen. En het is niet voor mij, het is ook niet voor Mieke of voor u. Nee, het is echt voor die kinderen. En die kinderen die vragen niet om naar het ziekenhuis te mogen. Nee, of een prik krijgen of verband moeten verwisselen. En dan denk ik aan brandwonden. Hmm. Dan denk ik eigenlijk wel even aan mijn eigen functies. Dus dan moet u dus nagaan als daar de kinderen de aandacht van onttrokken wordt. En die kinderen die zijn dan toch niet in gedachten bij hun ziekte. Die zijn dan bezig met iets anders. Dan gaat mijn hart open door het kind weer lacht. Echt waar. En heel mooi. Daar doen we het ook voor. Ja. Als je dus ziet, zijn we dus op Facebook terechtgekomen, hoeveel reacties doen we krijgen. Nou, daar word je gewoon warm van.
Ja. Echt waar. En dat doen we echt wel goed. Ja. En dan zeg ik, als Tielenaar, als echt ras-echte Tielenaar. We zijn in verschillende jaren zijn wij al hier in Tiel, de familie Spee. 13, 14 generaties langs. En dan moet ik zeggen, dan ben ik echt trots dat ik een Tielenaar ben. Echt waar. En trots dat je nu wat voor de kinderen in het ziekenhuis kunt doen. Dat is natuurlijk heel mooi. Want daar gaat het om. Ja. Want jullie hebben ook een primeur vandaag. Wij hebben zeker een primeur. Ja, jullie hebben een hele charmante dame meegenomen. Op dat. Claudia die heeft een primeur. Ja. Want jullie hebben vandaag jullie rekeningnummer, ons rekeningnummer geopend. Ja. Waar al het geld op gestort kan gaan worden. Juist. Klopt. Claudia. Ja. Dit is het rekeningnummer. Ah, fantastisch. De mensen thuis kunnen dit lezen. Ik hoop dat iedereen dit gaat zien en heel veel geld gaat storten. Waar denken jullie aan? Wat mag alles gegeven worden? Of hebben jullie een bepaald programma? Bepaalde giften? Of... Natuurlijk mag alles gegeven worden, dat is logisch. Want het wensenlijstje van het ziekenhuis was een aardig wensenlijstje. We hebben ook gezegd, wees niet te bescheiden. Ik bedoel, alles wat we kunnen doen is heel fijn. En voor mensen die het niet meteen pen en papier bij de hand hebben om op te schrijven. Er is gisteren ook is de website is al begonnen. Mm-hmm. En wat is de domein hebben we. En het moet natuurlijk wel gevuld gaan worden. Ja. En we hebben een e-mailadres waar mensen altijd naar kunnen schrijven. En dan kunnen wij hun terugbellen. En wat is het e-mailadres? Het e-mailadres is muziekvoorkinderen@hotmail.com. Oké. En de website die gevuld gaat worden is muziekvoorkinderen en dan koppelstreepje Tiel. En hotmail.nl. Ja. Ik moest even denken. Ja. Het is allemaal nieuw, hè? Ja, het is allemaal nog zo vers. Maar het is helemaal geen probleem. Nee. Ik denk dat het goed overgekomen is. Ja. Jullie vragen bedrijvengiften te doen, maar ook particulieren. Ja. Het maakt niet uit. Alles is voor de kinderen. Ja. Ja. En het ultieme doel, waar we dus naartoe gaan werken nu om dat ook binnen te krijgen, dat is dat we eind mei 3 concerten gepland hebben in Nachtniethof. Zaterdagmiddag is een middag die speciaal richting kinderen is. En dat sluit natuurlijk heel mooi aan bij Doel ook. En die middag wordt gepresenteerd en in elkaar gezet door Claudia. Heel leuk, mooi. De zaterdagavond is een concertavond, een volwassenavond. Het klinkt misschien heel raar, het is meer een showavond. En er is balna. En de zondagmiddag, dat hebben we gedacht om dat meer richting de ouderen te doen. Een beetje memory lane en daar ook de programmering op aan te passen. En voor alle kinderen in de regio. Ja, dat kan helemaal goed aan. Fantastisch. Gevoel heeft dat. We gaan het volgen, nou op de voet. Ja. En we hopen er echt met elkaar dat die drie voorstellingen vol komen. Ja. Nou, dan zijn we al een heel eind op weg. Ja hoor. En het rekeningnummer is in beeld nogmaals. En ik wens jullie heel veel succes. Dank je wel. Dank je wel. En dan is het nu weer tijd voor onze kritische vrienden. Caroline en Jan, welkom. Een bijzonder onderwerp. De Indalesprijs is uitgereikt. En aan een Tielse organisatie. De Roze Soos heeft hem gewonnen. En natuurlijk artikel 1. Alles kwam om de hoek. Wat vinden jullie daarvan? Ik vind het sowieso triest dat eigenlijk zo de prijs aan deze groep uitgereikt moet worden. Triest. Okay. Ja, want ik vind dat we eigenlijk iedereen moeten accepteren zoals die zelf is. Of die nou op mannen valt of op vrouwen of in het verkeerde lichaam geboren is, transgender, zoals ze zo mooi zeggen. Mm-hmm. En ik vind het dus heel erg jammer. Ik vind het goed dat ze gewonnen hebben, laten we dat even wel stellen. Maar ik vind het heel erg jammer dat dit dus nog nodig is in Nederland. Ja, we zijn natuurlijk heel trots hè, dat ze het gewonnen hebben, maar... waar ligt die grens? Want je geeft het ook weer heel veel aandacht dat ze bijzonder zijn misschien. Ja, die aandacht die genereren ze zelf natuurlijk ook. Omdat natuurlijk dit onderwerp, daar is men nog niet over uitgesproken. En nou, het blijkt wel dat we laatst die uitzending hebben gehad van VI. Waarin een parodie wordt gemaakt op een vrouw die dus, of een man die vrouw wordt. En waar René van der Gijp dan zich verkleedt en een pruik op heeft. Ja, daar valt dan het hele land overheen. Terwijl je dan denkt van oké, dit is toch gewoon, zijn we hier nog niet klaar mee, weet je wel. Wat dan bijzonder is om te zien, is dat de mensen die daar overheen vallen vaak helemaal niets met de gendergeneratie te maken hebben. Terwijl meneer Van der Gijp daar wel betrokken is geweest. Dat is natuurlijk zo, maar kijk, binnen zo'n uitzending. En Voetbal International kun je een beetje vergelijken met een soort voetbalkantine. Waarin voetbal, onderbroeken, lol wordt gebezigd. En in die zin moet je dat ook gewoon zien. In feite een soort misplaatste grap. Hè?
Maar die moet in Nederland gemaakt kunnen worden, denk ik. Maar is die grap misplaatst? Want dat is natuurlijk ook nog, weet je, wat je ook van het programma vindt. Ik zeg zelf ook, je hoeft niet te kijken. Nee. Als je zegt van, joh, ik vind dat ze misplaatste grappen maken. Nou, dan zet je je zender ergens anders op. Er zijn zoveel programma's waar het gebeurt. Ze hebben nu de discussie ook over de luizenmoeder. Dat is een heel ander type programma. Dus wanneer is het misplaatst? Nee, maar dat zijn mijn woorden. Kijk, ik kijk graag naar dat programma. Ik vind het gewoon leuk. Ik hou ook wel van die voetbalhumor, maar ik vond dit gewoon wat over de top. Nou, maar het moet wel kunnen. Het betekent gewoon van dat als heel Nederland dan op een gegeven moment van ach en wee en noem het maar op. Hè, en dan alle talkshows die hebben het erover. Hè, zelfs wij hier aan tafel hebben het erover. In Tiel is het zelfs doorgedrongen. Nou, waar hebben we het over met elkaar? Flauwekul. Ja, nou, er wordt in ieder geval over gesproken en nou ja, dat hebben ze wel bereikt. Misschien is meer de vraag hoe kunnen we het omkeren? Hè? Hoe kunnen we zorgen dat het juist meer normaler wordt? Heb jij daar een idee voor? Ja, ik vind het normaal. Mm. Dus ik denk juist dat we het misschien wel stil moeten zwijgen. Ik bedoel, als zo'n René niet gaat zitten in een jurk met een pruik op, maar gewoon normaal doet of er op een andere manier mee omgaat, dan ben je dat hele discussie al kwijt. Mm-hmm. En mensen zijn ook gewoon zo, als je Facebook leest, ook zo fel op het moment dat je recht door zee je mening geeft. Je durft bijna niet meer te zeggen wat je denkt. Ja, en je hebt natuurlijk allemaal je eigen waarden en je normen van fatsoen. Ja. En dat is heel belangrijk. En ik denk ook de overheid lijkt zich hier steeds meer mee te gaan bemoeien. Maar we moeten toch wel onze vrijheid van meningsuiting houden. En het moet niet heel beperkt worden met wat we moeten zeggen en kunnen zeggen. Nee, op een gegeven moment durf je niks meer te zeggen. Want als je niet oplet, word je neergeknuppeld voor het feit dat je je mening geeft. Ja. Ja, of je bent racist of je bent homofoob, weet ik wat. Ik vind wat ik misschien nog wel erger vond, was het feit de manier waarop hij min of meer zijn excuus moest maken. Ja, ja dat is echt gewoon. Tenen krommend. Ja, echt waar. Nou, dat gaan we niet herhalen dan. Hè? Ik denk dat we er niet uit gaan komen, maar we hebben het wel. Het wordt zeker vervolgd. Dank jullie wel weer. En dit was Utiel aan tafel. Tot volgende week.